Bij mij staat Alfredo. Alfredo, jij bent docent ICT op het MBO-college Almere. We zitten hier met VO-leerlingen in het lokaal. Waarom? Klopt, dit zijn de studenten van het Artecollege in Almere-Poort. En er is een samenwerkingsverband tussen het ROC Flevoland en Arte om de studenten die gekozen hebben voor ICT op het VMBO al hier kennis te laten maken met ICT. En dat doen wij door middel van theorielessen, maar ook door middel van praktijklessen, zoals vandaag. Je laat ze kennis maken, maar zijn er meer doelen waarom jullie samenwerken met het VO? Want jullie zijn MBO. Uiteraard. De bedoeling is dat zij uiteindelijk ook examen gaan doen. Zij moeten ook ICT-examen doen op het VMBO. Dat gaan ze dan waarschijnlijk ook hier doen. Dus het doel is ook zeg maar, om dat zij ook slagen voor op het VMBO voor hun ICT-examen. En dan uiteindelijk naar het MBO? Uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat die studenten hier zeg maar, op het MBO verder gaan met ICT. Ja, dat is de bedoeling ook. Dit zijn jongere leerlingen dan je normaal in de klas hebt. Hè? Normaal zijn ze vanaf 16 tot in de 20. Deze zijn een stuk jonger. Ja, dat klopt. Dat is wel, er zit wel een verschil in. We zijn iets springeriger, zoals het heet. De jongens die ik normaal in mijn klas heb, die hebben al een vak gekozen. Die kiezen al voor ICT. Die zijn vaak iets meer serieuzer. Zij weten nog niet altijd exact waar ze voor gekozen hebben. En dat merk je dan wel in de klas. Zitten er talenten tussen? Zeker wel. Gelukkig wel. Hartstikke goed. Ja. En die wil je graag hebben in je eigen opleiding op het MBO. Ja. Dus dat zijn de potentiële doorstromers naar jouw klas? Dat zijn de krenten in de pap die wil je graag doorhebben en die wil je graag erbij hebben. En dat is ook de reden waarom we dit ook doen. Ja, dat klopt. Ferron, jij zit op het Artecollege en je zit nu op het MBO. Waarom? Ja, het klopt. Ik zit nu op het Artecollege en ik heb hier les op het ICT. En het is enorm leuk. Dus ja. Wat leer je hier? Ik leer hier om met kabels om te gaan, om computers te maken en om met programma's te werken. Dus erg leuk. Is dit anders leren dan op het Artecollege? Ja, dat zeker. Hier is het veel meer met kabels en computers echt maken. En op het Artecollege werk je veel meer met Photoshop en dat soort dingetjes bewerken. En hier maak je echt computers.